Goedemorgen, cheers met de koffie. Het wordt vandaag 24 graden, lekker warm. Ik heb deze jurk uit mijn kast getrokken die ik al weet ik veel hoe lang heb, maar yes. We zetten door met geen bra dragen. Maar bij zijn jurk vind ik dat heel normaal, zeg maar. Oké. Ik heb gedoucht. Ik heb zonnebrandcreme op. Ik heb alles. I smell fresh. Parfum. Creatie van de dag. Zo. Tadaa. We beginnen de dag, Mila zijn opvang, met vaatwasser. Want gisteravond niet gedaan. Het gebeurt ons zelden. We hebben het meestal wel in de avond gedaan, maar one of those nights. Het is iets van, ik zit liever op het balkon nu de zon er nog is. Oh my lord. Zoveel glazen. En een broodje, dat vocht weet ik niet. Goeie vraag. Broodski met hummus en sambal. Ik ga voor Beauty Blos filmen. Ik ga hem opmaken en dan kletsen. En het idee is dat ik klets over hoe het anders het leven is voor en na kinderen, zeg maar. Dat was een beetje de insteek waar ik voor ga vandaag. Ah, krak. Moet ik sieraden om? Dat is misschien irritant. Dat is mijn shoothaar van gisteren nog. Dat kan ik op zich wel laten. Ik heb net gefilmd. Foefje is naar de, hoe heet het nou? Podoloog of podotherapeut? Podotherapeut geweest. En hij heeft nieuwe zultjes. Maar die moet onder jouw sneakers op. Ja, maar het is echt heel anders dan andere. Andere had hier echt zo'n bol. En nu heb ik hier wel een bol. En dan zo'n dit vlak ding, denk ik. Maar deze is dus kleiner. En dan past die onder een zooltje of zo. Want ik draag soms. Ik deed altijd deze eruit halen, want anders werd het. Anders paste het niet. Ja. Zeg maar. Als ik mijn eigen zooltje erin deed, dan werd het te krap. Paste mijn schoenen niet meer. Mm-hmm. Deze is nu zo dun dat hij er eventueel onder. En ook erop. Dan heb ik nog klittenband en zo. Mm. Maar ook erop kan. Want soms, als je een zooltje eruit haalt, zoals bijvoorbeeld bij deze. Nou, bij dit valt het nog wel mee. Maar dan loop je gewoon op een stuk rubber. Ja. Gewoon, en dat is ook echt niet oké. Maar nu kan deze dus zo. Hebben we altijd al zooltjes gehad? Nou, ik weet niet of dat altijd. Ooit. Nou ja, voor zo. Nou. Ik ben in Nederland, hè. Dus dat valt wel mee. En dan die valt onder. Mee, schat, dat is echt 10 hou jaar. Hou op. En die kan er dan zo onder. Ja. Hoeveel zooltjes heb je al weggegooid van sneakers, omdat je dan je eigen zooltjes... Waarom denk je dat ik ze altijd bewaar? Ah. Nee, ook als ik schoenen wil doorverkopen. Oh, wij zijn zo happy. Ik ga nu de planner gaan gebruiken, want ik wil hem voor de video bewaren. Dat ik eerst video maak. Wel heel irritant als boot vertraagt. Dus de planners zijn er waarschijnlijk een paar dagen later. Heel irritant. Dit gebeurt best wel vaak, maar dit is iets dat is niet te overzien. En wij laten het niet invliegen. Wij laten het met de boot komen. Dus dat, ja, zo gaat dat. Dan gaat het op zo'n transportboot gedoe. En ja... Ja. Oké, guys. Kijk naar therapie. En ik weer lekker naar de blakker. Een wekelijks bakker uitje. Oké, we zijn onderweg. Kijk even hoe cute hij er weer uitziet. Hij heeft weer zijn best gedaan. Let op. De pet. En een nieuwe shirt. Zijn nieuwe shirt. En dan deze passen hierbij. Ja. En dan zijn kidsbroek. En dan die. Schattig. Cute. Zelf cute. Oké, mijn wekelijkse uitje. Ik heb ook wel zin in een Hema, maar die zit hier niet. Dus nee, we gaan naar Blokker. Ik moet ook even een cadeautje hebben voor iemand. Yes, de soeptent. Oh my god. Peter. Zoete aardappelsoep. Dit is geen spon. Dit is geen spon. Are you kidding me? Teddy, mandjes. Doe even. Wacht, dit is toch te leuk. Oh my god. Die zijn ook mooi. Dit ook. Kijk die dingen. Oh. Oh my god. Ze hebben ook andere kleuren van die elke dag dingen. Yes. Ik wil dit eigenlijk voor sieraden.
2, denk ik. Ja, een speelgoed is ook zo leuk. Och, hier heb ik trauma's aan. Maar verder, zulke leuke dingen. Zo cute. Och. Jeetje. Is het weer hip? Dit wil ik voor mezelf. Ja, dit wil ik. Hou me in. Ik heb net een nieuwe ronde. Hou me in. Dit hebben we nodig voor ons gasting. Een balkon. Deze. Ik ben klaar hoor, maar oh my god. Wat? Wat? Oké. Vet vraag. De ethos is gewoon dicht. Dus ik ga naar de kruidvat aan de overkant. Nog even kijken. Ik ga deze kopen, want ik had een lifehack gezien dat als je hiermee je gezicht wast en zo, een acne, dat zou kunnen helpen. Ik ga het gewoon proberen, maar ook mijn lichaam. Ik heb eigenlijk vooral mijn lichaam. Ik heb best wel last van acne op mijn lijf. En ik wil dit weer. Ik wil dit. Ja, waarom is dit gevallen? Zal ik het even ophangen? Geen idee waar die hoort. Zo. Denk daar. Oeh, wat is dit? Dit ga ik eens even meenemen. Niet voor nu, maar... Is die? Nee, dat vind ik niet zo leuk. Deze wel. Ja, yeah, voor de toekomst een keer. Wat? Het boeit me niet of dit kinderdingen zijn of niet. I like it. Ik heb basic pennen nodig. Wacht. Ja. En deze ook trouwens. Wat? Ja. You what? Tweede voor een euro. Hoppakee. Zo. Wat is nou naar jullie mening de beste deo? Want mijn dolfroller doet het even niet meer zo goed. Ik denk dat ik... Ja, tweede voor een euro. Denk ik zoiets doe? Ja. Oké, we zijn thuis. Ik ga laten zien wat ik heb gekocht allemaal. Als eerste bij Kruidvat gedemineraliseerd water. Want we hadden toch gedoe met onze waterkachels boven en beneden. Dat ze er zo ziek van werden. Zoals iemand... Heerlijke ASMR. Er was iemand langsgekomen en die had hem gemeten. En die zei toen van, je moet gedemineraliseerd water. Het lijkt wel alsof ik aardrijkskunde moet uitspreken. Wie kan het wel uitspreken? Gedemineraliseerd water. Boom. Oké. Doemelie. Foef, kom. Ik heb ook deze. Nog eentje voor de dagen van de week. Deze, kijk. Nog één. Met andere tinten. Maandag tot met zondag. Oh, jee. Die. Joepie de poepie. Ja, die gaan ook naar mijn kamer. Daar heb ik er 2 van. Kom je erbij? Oh jee, hij komt erbij bij de shoplog. Wat is er? Oh, laat even zien. Het is zo cute. Tuurlijk. Maar... Oh, schattig. Jouw bake rolls. Deze dingen hebben ze ook gewoon nog steeds. Die balpins, die geven licht en alles. Zijn hartstikke cool. Hier, je bake rolls. Ja, ik wil die wel kloppen. Zo cute. Oh, en deze. Wat voor Werther's caramel popcorn. Oh, met... Sea salt en pretzel. Ja, oh nee, hij poelde proef. Hij ging doorschudden. Oh nee. Oh, ruik. Dit smells good. Oh ja, lekker. Hey, kijk eens wat ik heb gekocht, proef. Dit wordt een wekelijks ding dat je ga laten zien. Zeepomp. We hebben nu een Jumbo zeepomp die ik bijvul met er gewoon een kant in. Ja, dat is voor mijzelf om een diamond fun te hebben. Oh, kijk eens wat ik heb. Normaal stukjes zijn lekker, maar ik denk dat dit minder ongezond is. Ah, ik kan hem refillen. Oh, hij is speciaal voor gaststafs. Hier. En dit wilde ik. Hallo! Heb jij ook iets waarmee je het kan refillen of dan niet? Nee, dat verkopen zij gewoon. Hij zei waar is dat dan? Bij de blokken. Ja, hij zit vol nu. Dat heb ik sowieso nodig, maar. Maar nee, nog nee, meer nee. Ze hebben precies voor deze. Ah. Die voor Mila haar keukentje wilde ik aan de zijkant doen. En dan. Die hebben we daar nog wel. Wat had ik nog meer? Die. Deo. Ja, maar niet zo klein. Pennen, want we hebben letterlijk... Waar zijn al onze pennen heen? Ik denk, de gooi je er mij nog gevonden. Die zit bij jouw schriftje. Ja, één pen. Dit als cadeautje. Voor zaterdag. Oorbelletjes. Even kijken. Haarding. Ik wil hem ook bij Milijn doen. Deze van mijn sieraden. Die passen vast in de laadjes 2 keer. Die heb je daar al liggen? Ja, die heb ik 2 keer. En wat hebben we hier nog meer? Pritstift, want dat heb ik boven nodig. Vitamine C'tjes. Om te dippen. Of om ze te besmeren. Met hummus. Dus met alles wat je maar wil. Deze zat ongeluk in mijn tas, die is van de keuken.
deo. Ze hadden zo'n aanbieding van tweede voor een euro van heel veel dingen. Dus ik had deo. Hey, pretstep. Ja. En voor Mila, shampoo en conditioner. Want ik weet niet wat voor Mila is en wat voor jou. Ja, het is behalve de deo. Dit is allemaal, dit was het denk ik. Dat is duidelijk voor Mila. Hoe leuk is dit? Trouwens, het is gebruik ook wel. Weet je hoe je dat ding ook aan kan zetten? Nou? Spuit de deo in, een vlammetje erbij. Oef. Weet nog niet voor wanneer, maar hij is wel leuk. Oh, oké. Okay. In de sale, festivalachtig party. Zo. Oh, every day? Ja, true. Oh, laat het Mila niet zien, die wil het gelijk op haar gezicht hebben. Wat hebben we nog meer? Eigenlijk was dat het. Ja, ja, dat was het. Mm-hmm. Nee, maar we hebben er vier. Waar zijn die andere? Ja, ze meegenomen toch? Van boven. Dat is allemaal bij elkaar. Oh, die liggen beneden al. Ah, slim. Ik ga nu batterij. We hebben nu dit. En dit is letterlijk, ik vul deze steeds bij. Met zo'n refill zeep. Oh, ik vul batterijen. Dat is ook irritant, hè? Dan koop je zeg maar iets en dan moet je batterijen en dan heb je die niet. Dan denk je, oh. Min plus min. Wat hebben ze dat gek aangegeven? Zo dan maar. Zo, 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 zo. Wacht, hoe werkt dit? Zo. Oh. Oh, nee. Kijk of het wat is. Ik vind hem niet per se dat ik denk, nou, het allermooiste van de wereld. Maar goed. Ah, hij doet iets. Wat gebeurt hier? Wacht even. Waarom heb je dat dan zo anders gedaan? Hè? Waarom heb je dat ding als wat andere dingen nog hebben? Welk andere ding? Die waar je zo'n zeepdispenser op doet. Nee, die is weg. Die was stuk op een gegeven moment. Die hebben we toen weggedaan. Waarom? Want bijzonder gebeurt hier allemaal. Nou, oké, okay, prima. Hallo. Cute. Binnenkom. Is echt zo cool te binnen. Ja, is die cool? Ja. Ik heb voor Mila een vaasje gekocht en dan gaan we mooie bloemetjes in doen. Zullen we ze gaan pakken, de bloemen? Ja. De onkruidbloemen, ook bloemen gewoon. Boeket ja. Door Mila. Oh, dat is een mensenpeer. Ja. Leuk. En vingers. Ook nog. Wauw. Wat goed, Mop. Vingertjes erbij. Twee. Ja. Wat is dat? Een oogje. Het is gewoon, hij heeft een t-shirt aan, zegt Mila. Papa peer, ja. Helemaal in een t-shirt. Ja. In wat t-shirt. Dit is dit poppetje. Ja, dit is met meerdere kleuren. En dit is mijn creatie. Ja, schat. Dit is mijn papa, Gregor. What the hell? Ja, ja. Dit lijkt ook echt serieus op papa. Ja. Dat is echt heel schattig. Oh ja, gek dansen. We hebben hier een heel leuk spelletje. Mila had wat streepjes gezet en ik heb deze wandelroute ervan gemaakt. Zo, zo, zo. Dat moet je echt doen. Je moet nog zo lopen. Daar zo mop en dan zo naar de ster. Daar moet je gek dansen. Het was een krabbel van Mila. En pose. Oh yeah. Nog een keer. Oké, go. Lopen, lopen, lopen. Kijk, we hebben dit. We hebben fruitjes. Dit ben ik. Dit is Foef. En dit is Unidentified. Het avondeten door Foefski. Met bloemetjes door Mila. Dat is natuurlijk. Ja. Dat is nu alweer iets beter. Ja. Zeker beter. Heerlijk. Lekker balkon hier, kopje thee erbij. Oh yeah. Mm-hmm. Oh ho ho. On a scale of 1 to 10, hoe graag wil je hier nu chillen? Hier aan het water, hoor je het klotsen? Oh. Och, dit is zo chill hier.
Het is wel ietsje minder warm, dus ik heb even een jasje erbij gepakt, maar dit is echt best ever. Ik zit even met het licht te kijken. Ja, oh. Zo chill. Ik denk dat ik de vlog gelijk ga afsluiten. Wel trusten, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye. Yay.